dit is in eerste instantie een demonstratie uit solidariteit met de protesten. De Arabische revoluties, maar ook de protesten die nu gaande zijn in Spanje. Maar tegelijkertijd ook heel sterk met het besef van dat moet zich verspreiden. We hebben hier ook strijd te voeren. Nederland is niet democratisch. Het is een klein groepje bankiers en aandeelhouders die de economie controleren. En daar hebben wij verder niks over te zeggen. Het enige wat wij kunnen doen is eens in de vier jaar naar de stembus. Maar in feite gebeurt er heel veel waar wij geen invloed op hebben. En daar willen we verandering in hebben. Omdat het ook in Nederland heel belangrijk is om actie te voeren. Wat hier ook gewoon gigantisch veel aan de hand is. Als het gaat om een slecht regeringsbeleid waarbij wij moeten opdraaien voor een crisis die we niet hebben veroorzaakt. Dus daar willen we een sterk geluid laten horen. En willen we hier dingen winnen, dan zullen we ook hier moeten vechten, ook met de mensen die hier wonen. Wel in solidariteit met andere landen, maar ook vanuit lokaal niveau. Wordt altijd gezegd van er is niks aan te doen. Er moet nou eenmaal bezuinigd worden, het is nodig, we moeten allemaal de broek niet meer aanhalen. Niks van geloven. Dat zijn gewoon leugens die ze vertellen voor hun eigen belangen. En wij moeten en wij kunnen. Als wij in opstand komen, kunnen wij dat tegenhouden. Dus laten we vooral gewoon de straat op gaan. Kijken naar wat ze in andere landen doen. En hier lam innemen bijvoorbeeld. Dus neem zoveel mogelijk mensen mee en laten we dit groot maken, deze protesten. Dan kunnen we echt wat bereiken. Dat is heel erg lastig, want er komt op dit moment van alles op. Er is strijd vanuit studenten, leraren, maar inderdaad ook de mensen van het openbaar vervoer. GVB gaan deze week weer in staking. Brandweersactie aan het voeren, maar het is niet echt met elkaar verbonden. En dat is wel iets waar we mee bezig zijn in de zin van de comité's bouwen. Maar ik denk dat het ook gewoon goed is om een moment te prikken. Bijvoorbeeld de volgende keer dat we dit doen en hun gewoon allemaal uitnodigen en duidelijk te maken van ja, dit is ons gedeelde, we moeten gezamenlijk actie voeren en we zitten in hetzelfde schuitje. Dus alleen als we samenwerken kunnen we winnen, dus zorgen dat al die groepen bij elkaar komen op de Dam en dat we daarna gewoon een discussie met z'n allen hebben. Ik denk dat dat dan gewoon heel, heel tof kan worden. Wat vind jij over de demonstratie? Ja, ik vind het heel strijdbaar. Ik ben ook heel blij dat er nu elke avond mensen op de Dam zitten. Ik denk alleen dat we het nog verder moeten verbreden. En dat we daarvoor actief andere groepen moeten proberen te betrekken. Het is heel goed zoals nu, maar het is gewoon ook belangrijk dat het niet blijft bij deze mensen, maar dat het er meer worden. Wat wij meestal aan demonstraties hebben, zijn eigenlijk heel erg met een podium en dan een paar sprekers, weet je wel. En naar die sprekers luister je dan en dan ga je daarna weer weg. Het is eigenlijk heel passief en dit is best wel wat actiever, omdat iedereen leuzen aan het roepen is. En ook met trommels en zo, dus dat is wel, wel heel gaaf. Ja, we hebben sinds zondag 15 mei is er een open assembly hier op de Dam. En dan komen we met z'n allen bij elkaar om het te hebben over hoe verder. We hebben dan eigenlijk een hele grote groepsdiscussie. We hebben een megafoon en we reageren dan op elkaar. Wat betreft de discussie over wat gaan we deze week doen. Hoe gaan we de mobilisatie doen? Welke groepen willen we betrekken? En daar discussiëren we dan lang over en uiteindelijk we streven in ieder geval naar consensus. Dus proberen we toch wel op basis van consensus, dat iedereen het ermee eens is, beslissingen te nemen. Zodat je als minderheid niet in de steek wordt gelaten, zeg maar. Het is op dit moment heel erg cruciaal hoe we nu verder gaan, want morgen is er een Europese dag. Waarin alle verschillende landen van Europa mensen de straat op gaan. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat wij daar iets mee doen. Dus daar gaan we het straks tijdens de assembly over hebben. Maar we moeten inderdaad nu wel kijken dat we momentum blijven houden, zeg maar. En, dat is volgens mij ook echt door contact te zoeken met arbeiders die gaan staken bijvoorbeeld. Ik denk dat dat heel belangrijk is om die verbindingen te houden.